gaan kijken naar een standaard double leg. Voordat je begint met het maken van je double legs, wil je eerst even de techniek juist onder de knieën hebben. Dus voordat je mensen op een benen gaat shooten, wat je heel vaak fout gaat, is dat ze hier voor vliegen en direct gechoked gaan worden. Dus wat je wilt is dat je rug mooi recht blijft. Dus het eerste wat we gaan doen is inschoten met onze voet. Onze voeten gaan eerst. Dus mijn voet staat op de lijn van zijn voeten tussen zijn benen. Vervolgens ga ik zakken, dus ga ik hier omvol tegen zijn schouder gaan komen. Dus ik ga zakken door mijn knieën. Daar zo. Nu wil ik de afstand overbruggen zonder voorover te buigen. Zodra ik voorover buig, heb ik mijn nek kunnen pakken. Dus mijn voorste knie gaat hier naar de mat. Daar zo. En ik stap back. Nu kijk ik naar het plafond. Nu zie je dat mijn nek recht is. Mocht je tegenstander hier je nek nog grijpen, dan is het voor mij eigenlijk vrij simpel om op te gaan tippen. Dus op die manier kun je voorkomen dat je gechoked wordt. En zorg ervoor dat je in een sterke positie shoot. Dus we beginnen met een grote stap in. We zakken door onze knieën. Onze voorste knie gaat naar de mat. Die achterste is een soort sprinter. Blijf staan. We kijken naar boven. Pak zijn benen vast. Je mag gewoon hier achter de hamstrings met je handen vastpakken. Of je kunt je handen achterlangs lokken. Beide zijn prima. Ja? Dus dat gaan we eerst een aantal keren doen. Dus voordat je aan de slag gaat met echt inshooten, moet je een aantal keer die empties. Daar zo. Oké. Dan gaan we hem neerhalen. Om neer te halen gaan we niet recht achterover gooien, maar we gaan eigenlijk een rondje omheen draaien. Hè? Dus we gaan ons hoofd gebruiken om tegen maat te drukken en hem om het hoekje sturen. Dus als we tegenover elkaar staan, we staan allebei in vechthouding hier, maak ruimte, shoot in. Gebruik mijn hoofd om naar me toe draaien. En daar gaat je tegenstander uiteindelijk vallen. Hè? We doen het nu langzaam, dus iets sneller gaan. Ik kom er zo uit. Uiteraard wil je uiteindelijk meevallen, controle krijgen, maar begin langzaam. Dus begin, hop, stap, knie, stap, duw met je hoofd. Yes. En dan maakt het wat beter gaat. Boom, kun je tegenstander meer neerhalen. Ja? Dus bouw het langzaam op. Oefen die stappen. Dus grote stap, zakken, knie naar de mat, bijstappen, met je hoofd sturen. Ja? Goed, eerst een bruggetje hier is om. Altijd moet je hoofd tegen hem aan te drukken. Je wil niet dat hij op je hoofd valt. Dus je gaat nooit naar de mat met je hoofd eerst, zeg maar. Dus je duwt de tegenstander naar de mat. Right? Let's go.